Wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hip hip hoera? We zingen een vrouwelijk liedje. Klap in je handen, hop sa sa. Jonge jonge, is het al begonnen? Heb je wel eens een leven worst gewonnen? Hip hip hoera. Theo, Thea. Hallo, dat is Abel. Ja, die vraag je natuurlijk af. Wie waar staan, dat gaan we nu bekendmaken. Doe maar tijd. Hallo, ik ben Thayo. Hallo, ik ben Thayo. En dat is waar. De wie wat, waar gaat het eigenlijk af? Waar gaat het eigenlijk af? Het moet er zijn. En om het jullie wat gemakkelijker te maken, gaat Thea jullie alvast een hand. Ja, het onderwerp heeft ermee te maken dat je met je moeder in de stad bent en dat je er dan ineens kwijt bent en dat je er niet meer kan vinden en dat je hart in je keel gaat kloppen. Keel in je hart. Nee, je hart in je keel is goed. Als ik uitgesproken, nee. Dacht het niet dat... Sorry. Ja, en dat je dan vreselijk bang bent en dat je dan dat je helemaal alleen op de wereld bent. Ja, en dan ga je meestal zo doen. Ja. Dat hier. Zo. We gaan nu beginnen. Let goed op. Ga naar beneden verder. Oh, ja. Goedemiddag. Ja. Dag, ik ben Algaard Stik. Ik ben bezig met een brochure wat het thema zal hebben. Huisvrouw in brand. Ja. En daartoe bevind ik mij hier bij de brandweer. Jawel hoor, ja. Brandweer, brandweer, weer brand, zult u denken. Ja, ha, 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 ha. En ik ben zelf als de dood verbrand. Ja, ik vind het reuze eng, ja. En ik ben hier om erachter te komen. Wat moet de gemiddelde huisvrouw doen in het geval van uitslaande brand in de pantykousje of in de prullenmand, whatever. Daarvoor had ik hier een deskundige, ja. Een deskundige, ja hoor. De professor Zuurbekje is dat. En die is hier bij die brandweer als hoofd van de geneeskundige dienst en van de voorlichtingsdienst. Ja, professor Brand, wat is dat eigenlijk? Oh ja, hij lijkt meteen een hele interessante en wel reuze moeilijke vraag om te beantwoorden, mevrouw Aristiek. Oh ja? Brand, 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 wat is brand? Gewoon vuur, vlammen. Oh, ja, meestal ja. In onschuldige vorm, bijvoorbeeld in uw aansteker, CQ Lucie. Oh. Maar soms in minder onschuldige vorm. Bijvoorbeeld als de vlammen zich wegvreten in uw pedaalprullie. Oh, ja. Of bijvoorbeeld in uw Japanse autootje die buiten staat. Hé, ja. Papa, ja. Maar wat moet ik nou doen als mijn Japanse autootje in brand staat? Ja, oh, ja. Wat u moet doen als uw Japanse autootje in brand staat, is rust. 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 Beheersing. Ja, dat is dan het allerbelangrijkste, hoor. Ja. Oh ja, dus ik kan gewoon al bijna een kapseltje in de hand staan, kan ik rustig een aaltje gaan knappen. Wat een grappige opmerking. Nee, als uw koninklijke krullenkapsel in de lichte laaien staat, is dat natuurlijk de bedoeling dat u dat blust door middel van uw hoofd in een emmer water of CQ wollen deken. Ja, ja, zeker ja, zo'n charmant hoofdje als dat hoofdje van u, hoor. Maar ik zou zeggen, loopt u even mee, dan kan ik een demonstratie aan u demonstreren. Loopt u even mee? Ja. Charmant, charmant. Ik vind dat helemaal niet aantrekkelijk. Ik vind het walgelijk wel. Loop ze maar even mee, hoor. Dan gaan we eerst de preventiepakken aandoen. Oh. Zo. Zo, hier zet u deze helm maar op. Oh ja, dank ja, u wel. Ja hoor, doe ik ook. Ha. Met die flappen eraan. Ja, 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 ja. Zo, oh. En nu nog even de jas. Oh ja. Pippen. Zo, zo, ja. Spannend, hè, zo'n pet met zo'n leren flap. Wij samen zo, met petten met leren flappen op. Ja, ja, dat vindt u wel opwindend, hè? Godverdomme, wat is het toch een enge grimmels paal. Ik vind het net een enge paal, die man. Ik vind het zo naar. Hé, wat zegt u? Huh? Oh, ik had het over een paal. Ik had het over die glijpaal. Ik dacht, misschien moeten we die glijpaal af zo meteen. Oh, bent u daar nog niet af geweest? Nee.
Nee. Oh, dat moeten we dan eerst even oefenen, hoor, de glijpaal. Want we hebben hier uitsluitend glijpalen. Want als er brand uitbreekt, dan kunnen we snel naar beneden glijden. Veel effectiever dan de trap. Goed. Stel, u staat hier bovenop. Hier bovenop. Gaat u daar maar bovenop staan. En ik ga even nu de glijpaal spelen. Ziet u het voor u? Wat? Ik ben nu de glijpaal. Oh, u bent de glijpaal. Ja hoor, glijf u er maar even vanaf. Toe maar, moet u maar. Toe maar hoor. 1, 2. Hey, goed zo. Ah, had u af? Bang. Van het zo viezerig, die man. Ah, het was alleen maar een gebbetje. Ik hoop niet dat u me lastig gaat vallen. Op niks af. Ja. Zo, wat gaan we nu doen? Huh? Goed, stel. U bent de gemiddelde huisvrouw die in uw keukentje staat te kokkerellen. Ja, bijvoorbeeld crepes, Suzette, flambé. Oh, dat zijn van die Zwitserse pannenkoekjes die je in de... In de fikster? Ja hoor, precies. Oh, wat eng! Wat hebben wij daarvoor nodig? Als eerste natuurlijk. Koekenpan. En wat hebben we als tweede nodig? Jawel hoor, de pannenkoek. Zo, nou moet alleen nog het comfort aangestoken worden. Daar hebben we de lucifers voor nodig. Lucies. Waar heb ik de lucies nou? Oh, lucies. Ja hoor, lucifers. Goed, gaan we eerst dat comfort aansteken. Let u op, altijd van u af. Ja, ja. Ja, en rustig blijven. Goed. Komt-ie. Mevrouw wordt een Wat heb ik u nou geleerd? Rust en kalmte. Als er straks brand uitbreekt, weet u straks niet wat u moet doen. Nee, dat is goed. Laten we het maar eens eventjes oefenen. Hier. Pakt u dit pak lucifers. Doet u niet zo flauw. Pakt u lucifers vast. Zo. Nee hoor. En steekt u nou maar eens dat rode kopje daaraan af. Ja, van u af. Van u af. Oh. Ja hoor, doet u maar. Ja. Rustig. 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 En nu uitmaken. Ja, gooit u maar op de grond. En trap uit. Trap uit. Ja, zo. En dan nu nog even nablussen. Spuug er maar even lekker op. Zo! Ja hoor, heel goed. Dan gaan we nu even evalueren. Hoe vond u het? Nou, ik vond het dus. Ik dacht, toen ik dat houtje in mijn hand had, dacht ik, dat lukt me nooit. Ha, ik krijg hem niet over dat bruin dat de vonk in die lucifer gaat. En dat overleef ik niet. Dan word ik duizend, dan ga ik flauw vallen. Nou, u deed het voor duiveld goed, hoor. Ja, toen het eenmaal zover was, viel het best mee. U bewaarde uw kalmte, hè? Ja. Goed, ja. Dan gaan we nu over naar fase 2. Oh. Vlam in de pan.